Zondag werd in Es de derby Essen Boys uit Es tegen DVG uit Liende gespeeld. En Omroep Dommeland nam een kijkje. Omroep Dommeland Nieuwsflits. En wat gaat het worden? 2-2. 2-2. Ja. En jullie zijn van? DVG. Ik ben neutraal. Neutraal. 2-2? Wat zeg je? 2-2? Ja, dat kan het nog worden. Maar of dat zo is, het wordt meer een strijd als voetbal, hè? Oh. Serieus? Ja, dat kunnen we zien, hè. Gaat erop klaar, we zijn er net. Ja, maar hetzelfde beeld als heel de wedstrijd al, dus. Ja, ze moeten eigenlijk gewoon 2-2 worden, hè. Oké. Okay. Dat gaat er nog gebeuren, of niet? Ja, dat gaat nog gebeuren. Okay. Wij met ons vrouwenteam, dan gaan wij dat hard aanmoedigen. Ja, maar moeten ze niet aanmoedigen? Dan gewoon niks. Dat doen we al de hele tijd. Nou, doe eens even dan. Tijd. Kom op, jongens! Kom op, DVG! Jullie kunnen het! Hé, Twan! Nee. Wat niet? Spoor ze moe? Ja, lijkt. Het is even een beetje een dikje. Is wel een beetje op tijd naar bed gegaan gisteren? Zeker, ja, nee, heeft hij heel netjes rekening mee gehouden. Ja. Gelijk gaan slapen? Ook gelijk gaan slapen, ook nog, ja. Oh, kijk. Wow. Het is 2-1, ik denk dat er niet heel veel meer anders gaat worden als de eerlijk. 2-1? Ja, dat is nou, dus ik denk niet dat er veel meer gaat veranderen, eerlijk gezegd. En jullie, wat wordt? Nou, ik hoop 2-2, het gaat toch wel gelijk op en ik hoop het, hè. Ik ben DVG'er, dus... Tussen de Essen Boys? Ja, tussen Essen Boys. Dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon in de gemeente hier. Ja, toch? Hij is de dame van de topscorer, hè? Serieus? Ja, serieus. Serieus? Ja, serieus. Hoe heet hij? Lars van Manrooy. Lars, welk is het? Welk nummer? 10 daar. Lars! Zwaai even naar de camera! Hoeveel wordt het, dames? Ik hoop dat dit de score blijft, eigenlijk. En nou, dat we dan hebben gewonnen, maar... Veel plezier. Spannend, ja, dankjewel. Nog 5 minuten. 5 minuten nog, ja. He? Ik denk wel langer. Nee, nog 5 minuten. Het is mooi zat, hij moet er maar een eind aan maken. Ja. 2-1 moet blijven zeker? Ja, nou, ja, hoop ik wel. Ja. Spannend. We nemen de 3 punten mee. Door! 2-1 verloren. Ja, dat is zuur. Hoe zuur? Ja, heel zuur. Verliezen is altijd zuur. En een van de weinige derbies die we dan hebben, als je die verliest, dan doet het niet goed. Dus, maar we hebben het ook niet goed gedaan.
Ik denk dat de Essen Boys iets meer energie in de wedstrijd straks erbij gedaan hebben. En van tevoren ook aangegeven, nou ja, dan degene met, die bereidheid heeft om er veel energie in te steken, die gaat waarschijnlijk aan het langste eind trekken. En dat was ja. De wedstrijd van niet heel veel kansen, denk ik. En zij behalen redelijk het maximaal eruit, scoren er twee en wij maar eentje. En gewonnen? Ja, zeker. Makkelijk? Ging het makkelijk? Nee, dat hebben we gezien. Dat was niet zo makkelijk. Nee, het was veel duels, weinig goed voetbal. Mijn vlagen kwamen er aardig onderuit, maar verder was het niet makkelijk. Veel duels. Maar wel een mooie wedstrijd. Spanning was er zeker. Veel duelkracht voor twee kanten. En ja, dan krijg je uiteindelijk zeg maar, dat je wel wat mogelijkheden krijgt. En dan hebben we speciaal gescoord. Goed gedaan. Super goed gedaan. Blij mee. Echt mooi zo. Ja. Lars. Ja. Laat ze maar lachen. Man of the match. Ja, heerlijk. Twee doelpuntjes. En, toch? En drie punten. Dus daar gaat het om, hè. Vertel eens, hoe gingen de doelpunten? De eerste was in de hoek een ingooi en een goede 1-2 met Julio en ik kom eigenlijk voor de goal te staan en ik schiet hem binnen. Zo ging je eigenlijk. En die tweede? De tweede draaide ik weg bij een verdediger en toen schoot ik hem ook vanaf de 16, randje 16 erin. Het begin van een mooi seizoen? Ja, ik hoop het. Twee keer gewonnen en één keer gelijk is een lekker begin. Toch? Ja, zeker. Nou, nog veel succes. Ja, dankjewel.